Voorzitter, sinds afgelopen zomer worden er in Nederland ook kinderen geïnjecteerd met de experimentele gentherapie die misleidend vaccin genoemd wordt. Dit is naar het oordeel van FVD een grote schande, omdat gezonde kinderen helemaal niets te vrezen hebben van corona en de injecties zelfs grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het beleid is dus al rampzalig, maar tot overmaat van ramp is inmiddels ook nog eens gebleken dat de GGD bij de uitvoering van dit beleid de wet aan de laars lapt. Volgens de wet moet bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar, wanneer zij alleen naar de locatie komen, altijd gecontroleerd worden of de ouders op de hoogte zijn en toestemming hebben gegeven. Ook zou volgens de wet altijd een gesprek moeten worden gevoerd met het kind om te controleren of het kind goed geïnformeerd is. In de praktijk blijkt het allemaal niet te gebeuren. Maar wat zo mogelijk nog schokkender is dan deze misstanden, is de reactie daarop van de GGD en de minister. Men erkent wel dat dit inderdaad de wettelijke procedure is die gevolgd moet worden, maar ontkent vervolgens glashard dat die procedure in de praktijk niet gevolgd zou worden. Terwijl het nota bene is vastgelegd op video. Maar daarover wordt dan eenvoudigweg gezegd dat de beelden gemanipuleerd zouden zijn, wat feitelijk en aantoonbaar onjuist is. Voorzitter, dat er fouten gemaakt worden is tot daaraan toe. Maar dat geaccepteerd wordt dat kinderen onrechtmatig worden geprikt is misdadig. De GGD en de minister denken boven de wet te staan. De waarheid moet en zal aan het licht komen. Daarom nodig ik de minister hierbij uit om samen naar alle ruwe beelden te gaan kijken. Zodat zal blijken dat we helemaal niets uit de context hebben gehaald of hebben geknipt en geplakt. En de minister vervolgens alsnog orde op zaken kan stellen. En als de minister niet op dat aanbod ingaat en daarmee de gezondheid en lichamelijke integriteit van kinderen op het spel zet, zal ik bij een eerstvolgende gelegenheid een motie van wantrouwen indienen. Dank u wel. Dank u wel. Een vraag van de heer Heijink. Ja, dank voorzitter, want de heer Van Meijeren gebruikt weer hele grote woorden, neemt het woord misdadig in de mond. Mag ik de heer Van Meijeren erop wijzen dat in ons burgerlijk wetboek artikel 450 ook staat dat in die situaties dat een kind geen toestemming heeft van de ouders, uiteindelijk het kind zelf mag beslissen, mag besluiten over het wel of niet doen van een medische handeling, waaronder ook bijvoorbeeld vaccinatie valt. Daar staat ook in het wetboek, dat mag. Het moet wel overwogen zijn, er moet een gesprek gevoerd worden. Zelfs in dat filmpje van wat ik dan van Forum heb gezien, wordt dat gesprek ook gevoerd, wordt een leidinggevende bijgehaald. Dus ik snap eigenlijk helemaal niet zo goed waar die enorm grote mond van de heer Van Meijeren vandaan komt, als door de GGD, in dit specifieke geval, precies conform ons burgerlijk wetboek is gehandeld. Nou, voorzitter, de heer Heijink interpreteert de wet verkeerd of heeft de video verkeerd geïnterpreteerd. De hoofdregel is dat de ouders toestemming moeten geven. Dat wordt ook door de minister erkend, dus dat moet gecontroleerd worden. Vervolgens is het inderdaad zo dat als de ouders toestemming hebben geweigerd en het kind wel overwogen de injectie blijft wensen, dat dan zonder toestemming van de ouders mag worden geïnjecteerd. Dat gebeurt in de praktijk echter niet. Wat wij zien is dat een kind zonder ouders naar een locatie gaat en de GGD-medewerker gewoon zegt: ga maar zitten, stroop je mouw maar op. En pas wanneer het kind zelf uitdrukkelijk aangeeft twijfels te hebben over de vaccinatie, vragen te hebben over de bijwerkingen, pas dan wordt er een gesprek gevoerd waarbij we ook nog eens zien dat op het moment dat het kind aangeeft het toch nog even te willen overleggen thuis met de ouders, dat zo'n GGD-medewerker zegt: ah joh, je bent hier nu toch. Er wordt gedaan alsof het enkele feit dat een kind een QR-code wil, alsof dat een goede reden is. Een arts die zegt: als je nu niet laat vaccineren, dan kun je de komende maanden niet naar McDonald's. Het is een schande dat de heer Heijink deze zorgen niet serieus neemt en doet alsof dit allemaal in de haak is. Helder. De heer Heijink. Ja, kijk voorzitter, ik zie vooral een storm in een glas water. En ik snap best dat de heer Van Meijeren er een enorm punt van moet maken, want hij heeft natuurlijk ook 3 weken lang kabaal lopen maken over die geweldige undercoveractie van hem. Maar het, heel eerlijk gezegd, stelt het gewoon niet zo gruwelijk veel voor. Als je kijkt wat er precies door de GGD op dat moment is gebeurd. En een kind tussen de 12 en de 16 is geen kleuter, is geen baby die wils onbekwaam is. Ja. Daarom staat ook in ons burgerlijk wetboek dat je op die leeftijd zelf in die end
mag besluiten over medische handelingen zoals een vaccinatie. Dus ik denk dat de heer Vermeijer zich niet zo druk moet maken. Wat meer waardering zou moeten hebben voor het werk dat bij de GGD gebeurt. Zijn acties hebben ook gevolgen, zoals we in Heerlen hebben gezien. Hij zou daarvoor moeten oppassen en gewoon moeten kijken wat nou precies in de wet staat. En dan ook jongeren een beetje meer vertrouwen moeten geven dat ze niet hartstikke gek zijn, maar prima zelf een verstandig besluit kunnen nemen. Nou, voorzitter, mijn interpretatie van de wet wordt gedeeld door de GGD en door de minister. De GGD en de minister ontkennen ook niet dat wat er op die beelden te zien is niet in lijn is met de wet. Maar wat de GGD zegt is dat die beelden gemanipuleerd zijn. Dat het niet klopt wat er op die beelden te zien is. Ze erkennen dat als dat zo zou zijn, dat dat dan inderdaad in strijd zou zijn met de wet. Maar ze zeggen, die beelden zijn gemanipuleerd. En vervolgens, ja, een kind van 12 tot en met 16 kan voor lichte medische ingrepen zelf weliswaar een besluit nemen. Maar het gaat hier niet om een paracetamolletje of een hechting in de knie. Het gaat om een onomkeerbare handeling. Er wordt een genetische code in het lichaam van dat kind geïnjecteerd met alle risico's van dien. En kinderen doen dat niet omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid of überhaupt een of ander gezondheidsrisico lopen. Maar omdat ze anders worden buitengesloten van hun vriendjes en vriendinnetjes omdat ze niet meer mee mogen naar McDonald's. Dit is een perverse prikkel voor kinderen om een experimentele gentherapie te laten injecteren. Dat is onacceptabel. Dank u wel. Was de vraag vanuit Forum ten aanzien en het aanbod ook ten aanzien van beelden van opnames bij de GGD. Laat ik voor eerst stellen dat, zoals de GGD ook aangeeft, dat zij zich houden aan de richtlijnen die er zijn. Zoals ook onder andere door de heer Heijink ook toegelicht van wat daar wettelijk over staat. Laat ik daarbij eens nog zeggen dat een inspectie, een IGJ, daar ook op toeziet en dat ik nog van de GGD, nog van IGJ op dit moment indicaties heb dat dat niet adequaat gebeurt. Maar dat geeft me dan de gelegenheid wel om de medewerkers van de GGD te bedanken voor hun tomeloze inzet. Die staan al heel lang klaar voor het testen, voor het vaccineren. En tegelijkertijd krijgen ze ook periodiek tegenwoordig zelfs te maken met verdachtmaking en met geweld. Ze staan al heel lang klaar en dat verdient onze respect en waardering. Uw aanbod voor de ruwe beelden, de GGD, ontvangt ze graag. Ik heb begrepen dat ze daar al eerder om gevraagd hebben. Als u ze met mij deelt, dan deel ik ze met de GGD en ik ga ervan uit dat dat akkoord is. De heer Vermeijer. Nou, even vooropgesteld, de GGD heeft daar helemaal niet om gevraagd. Dus laat dat misverstand in ieder geval uit de wereld geholpen zijn. Maar een heel fundamenteel punt, u verwees naar de heer Heijink. Wat de heer Heijink eigenlijk zegt is, nou, wat ik zie in die reportage, dat is eigenlijk een hele goede werkwijze. Dat is gewoon helemaal in lijn met de wet. Wat de GGD zegt is, wat wij zien in de reportage, dat zou, als het waar zou zijn, inderdaad niet zijn zoals wij moeten werken. Dat zou in strijd zijn met de wet. Maar die beelden kloppen niet. Die beelden zijn gemanipuleerd. Aan welke kant schaart de minister zich? Is de minister van oordeel dat als die beelden in de reportage een getrouw beeld geven van de werkelijkheid, dat dat dan helemaal goed is? Is hij dan tevreden? Of zou hij dan zeggen, nee, als dat waar is, dan moet er inderdaad iets veranderen? Voorzitter, ik heb voor nu helemaal geen oordeel. Ik denk dat het goed is dat de beelden gedeeld worden en de GGD ze kan inzien en daarop kan reageren. Ik denk dat we met dit onderwerp klaar zijn. Nou, de minister heeft toch de beelden gezien en die heeft daarop gereageerd. En ik vraag gewoon hoe de minister de reactie van de GGD beoordeelt. Ja, voorzitter, zoals aangegeven, ik denk dat, dat het goed is dat de GGD de beelden krijgt, de ruwe beelden. Dan kunnen ze naar kijken en horen we dan de respons. Prima, we gaan naar de moties. Nee, we doen het in twee.